Fortuna staat 17e. Helmond Sport doet bovenin mee en heeft heel veel goede voetballers. Zoals bijvoorbeeld Robbie Haamhouts. Hij en deze man, Kubali, krijgen de eerste kansen namens de Brabantse ploeg in dit spannende duel. Fortuna verstopt zich niet. Het valt aan en wordt hier beloond. Rick Geene. Waar zie je het nog dat Rick Geene een doelpunt maakt? Wel nu, dat zie je hier in deze samenvatting. 33 minuten gespeeld en Fortuna staat voor 1-0. Voor de Limburgers is ook de ruststand. In de tweede helft verwacht je dan Helmond. Is dit een goal? Nee, dit is net geen goal. Even denk je, hij is te laat, Danny Wintjens, maar nee. Bal niet over de lijn. Helmond wel sterker in die tweede helft. Wil die derde plek proberen vast te houden. Heeft natuurlijk Mark Huscher. Een hele belangrijke speler die veel schiet van afstand, buitenom passeert, maar ook de vrije trappen neemt. En dat doet hij op deze manier. Schitterend! Kwartier voor tijd. Verhoudingen hersteld. 1-1. Een uitslag waarmee zelfs deze trainer, Jurgen Streppel, zou kunnen leven, denk ik, gezien het wedstrijdbeeld. Maar Fortuna kan er niet mee leven. Het speelt thuis. Wil van die 17e plek af. Voetbal door en wordt beloond. Fabio Caracciolo. Eerste minuut van de blessuretijd. En hij legt hem erin. Voor de beslissing mag je aannemen. Voor de ploeg van Wim Dusseldorp. Die vandaag geen één keer uitgleed. En nog verder mag en gaat. Is dit Sjakison? Sjakison 3-1. Zijn eerste goal in het shirt van Fortuna. En de 3-1 overwinning voor Fortuna op Helmond Sport. Op hun eigen manier zijn deze jongens vandaag ook een soort van periodekampioen geworden.